Dit is een studie over energiebewustzijn binnen de Nederlandse woningmarkt. Deze studie laat een aantal zaken zien. Onder andere dat 40% van de Nederlanders, ruim 40% zelfs, niet bewust is van het gasverbruik dat ze iedere maand in rekening gebracht krijgen. Wat we eigenlijk laten zien is dat het gebruik van de thermostaat, dat door heel veel huishoudens niet optimaal wordt ingezet, gas kan besparen. Maar omdat mensen het vaak dus niet weten en de realisatie niet is, dat er heel veel kansen worden niet benut. Dat we eigenlijk voorstellen is een nieuwe manier om de energiehuishouding te organiseren. Bijvoorbeeld met behulp van smart meters, slimme thermostaten, die veel van de keuzes die mensen zelf niet maken, voor ze maken. Het onderwerp van dit onderzoek is de energiehuishouding. En in specifiek in dit geval binnen de vastgoedmarkt en de woningmarkt. Dat is een groot onderwerp de laatste jaren, want we hebben natuurlijk een probleem met CO2-uitstoot. En daar het debet aan is het energieverbruik. En 25% van het energieverbruik komt uit de woningmarkt. Dus er zijn allerlei programma's geweest de afgelopen jaar waarin huishoudens worden geprikkeld om te besparen. Bijvoorbeeld door het installatie van dubbel glas of zonnepanelen of een energielabel wat aangeeft of de woning zuinig is of niet. En wij wat eigenlijk proberen te doen in deze studie is gaan kijken, deze technische maatregelen, hebben die effect? Of is het gedrag van het huishouden misschien wel debet aan dat alles? En hoe kun je nou dat gedrag van het huishouden gaan begrijpen en inzetten om te besparen? Onze studie is opgezet als een vragenlijstonderzoek. Het is uitgevoerd samen met Niels Kok van de Universiteit van Maastricht en John Quigley van de Universiteit van Berkeley uit de Verenigde Staten. En we hebben 1721 huishoudens in Nederland een 50-tal vragen gesteld. Dat hebben we gedaan in samenwerking met Center Data uit Tilburg. En een aantal van die vragen gaan over die energierekening. Een van de eerste vragen die we stellen is, wat betaalt u iedere maand voor uw gasverbruik? En 43% van de mensen kan deze vraag niet beantwoorden, omdat ze simpelweg niet weten wat ze betalen en verbruiken. En dat is een hele belangrijke uitgangspositie. Om te besparen moeten mensen vaak wel weten wat ze verbruiken. En 43% heeft simpelweg geen benul van wat ze verbruiken. Dus dat is het eerste van vier belangrijke resultaten. Daarnaast vinden we dat 30%, bijna 30% van de huishoudens, de thermostaat niet echt gebruikt om energie te besparen. De thermostaat wordt ingesteld op een warmte die aangenaam is, maar bijna 30% van de huishoudens laat hem 's nachts gewoon doorlopen op de stand van de avond. En bespaart dus op die manier geen energie. Verder blijkt ook dat wanneer we de mensen de keuze geven tussen dure en zuinige apparaten, ze vaak niet in staat zijn om zelfstandig de keuze te maken voor de duurzame lange termijn. Dat vergt enige wiskundig inzicht en gevoel voor cijfers. En bij een hele hoop mensen wordt aangegeven, 40%, dat ze daar niet over beschikken. En dus die keuze niet kunnen maken. En als laatste van de vier resultaten, we zien dat het gedrag, bijvoorbeeld het instellen en gebruik van de thermostaat, een beduidend effect heeft op de gasrekening en het verbruik. In combinatie dus met het feit dat heel veel mensen geen weet heeft van haar verbruik en veel van de zaken niet snapt of gebruikt, zoals de thermostaat of de afruil, maakt dit een belangrijke uitkomst. De combinatie van de vier belangrijkste resultaten, het niet weten van wat je verbruikt en het vaak niet bewust gebruiken van de thermostaat, in combinatie met het feit dat dit dus wel bepalend is op het verbruik, laat eigenlijk als aanbeveling een conclusie zien dat het heel belangrijk is om als overheid mensen te gaan bespelen, huishoudens te bespelen, om dat verbruik toch naar beneden te brengen. Heel veel mensen blijken uiteindelijk helemaal geen bezwaar te hebben over verbruik, hebben daar helemaal geen principiële keuzes in gemaakt, maar zijn simpelweg daar gewoon niet bewust mee bezig. Dus wat we eigenlijk zouden willen voorstellen als aanbeveling is in plaats van campagnes met energielabels of subsidies, waar mensen dus bewuste keuzes van moeten maken, om juist in de onbewuste sfeer iets te gaan veranderen, namelijk de standaardinstelling. Het zou waarschijnlijk heel veel effect hebben op het verbruik als mensen straks een standaardinstelling krijgen met bijvoorbeeld een zogenaamde smart meter, een slimme thermostaat die ingesteld is op zuinige standen 's nachts, maar die ook feedback geeft aan de verbruiker over hoeveel gas je verbruikt. Dat bespeelt mensen op een hele subtiele manier. Als deze meter nu standaard wordt in plaats van een mogelijkheid, dan zullen heel veel meer mensen straks energie gaan besparen zonder daar zelf weet van te hebben.